Hoi, ik ben Thomas Hing, pleinbest.nl. Bij mij zit Dennis, die gaat zich zo meteen voorstellen. Die is van de rechtswinkel in Best en die gaat ook vertellen wat die rechtswinkel nu eigenlijk is. Dennis, welkom. Stel je even voor. Dankjewel Tom, leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben dus Dennis, bestuurslid van rechtswinkel Best. Dit jaar ben ik betrokken als secretaris van het bestuur en ik ga volgend jaar aan de slag als penningmeester van het bestuur. Ik ben nog rechtenstudent. Okay. Ik werk inmiddels 2 jaar bij rechtswinkel Best. Eerst 1,5 jaar als juridisch medewerker. Ik ben begonnen in het 2e jaar van mijn studie. Mm. En nu zit ik in de masterfase van mijn studie rechtsgeleerdheid en bekleed ik dus die bestuursfunctie. Rechtswinkel, wat is dat precies? Rechtswinkel Best biedt gratis juridische hulp aan eigenlijk iedere rechtszoekende in Best en omgeving. Best heeft dus een rechtswinkel, maar bijvoorbeeld Oorschot niet, Sint Oederode ook niet. Zij zijn ook van harte welkom hier. Dus eigenlijk iedere rechtszoekende die ons weet te vinden, dat is ook een belangrijk punt natuurlijk, die voorzien wij van gratis juridische hulp. En dat kan bestaan uit het schrijven van een adviesbrief, maar ook uit het opnemen van contact met een wederpartij. Bijvoorbeeld als een cliënt een geschil heeft met een werkgever. Dan kunnen wij daar ook in bemiddelen of in ieder geval van juridisch advies voorzien. Je zegt dat het is gratis. Waar worden jullie dan van betaald? Is het vrijwilligerswerk? Is het puur een stageplek? Hoe wordt dat geregeld? Wij worden gerund door rechtenstudenten en die doen het allemaal vrijwillig. Okay. Zij kunnen dan zelf juridische kennis in de praktijk brengen. En ze leren ook vaardigheden die ze niet meekrijgen in de collegebanken. Zoals bijvoorbeeld gespreksvaardigheden. Die doen ze daar ook op. En de financiering die komt vanuit de gemeente. We krijgen subsidie van gemeente Best en van de Raad voor de Rechtsbijstand. Hoe lang staat de rechtswinkel al? Al meer dan 40 jaar. 40 jaar, oké. Okay. Nou, als je dus als kijker nog steeds niet weet wat de rechtswinkel is, dan loop je dus behoorlijk achter, dat is duidelijk. Hey, en zijn jullie altijd bereikbaar? Hoe kan je jullie bereiken? We zijn iedere zaterdagochtend aanwezig in buurthuis Cadans hier in Best. En daar hebben wij van 11:30 tot 12:00 een spreekuur. Dus dan kan iedereen langskomen, ook zonder afspraak. Je hoeft geen afspraak te maken. En dan volgt een intakegesprek en dan gaan wij voor die cliënt noemen we het dan. Als we eenmaal de zaak in behandeling hebben genomen, gaan we dan aan de slag. Het is ook mogelijk om online vragen aan ons te stellen. Dan loopt de burger een vragenlijst. En als alles duidelijk is voor ons, dan kunnen we daar ook mee aan de slag. Dan gaat dat gewoon op afstand. Okay. Worden jullie als student begeleid door juristen die al een juristenpraktijk hebben? Hoe zit de kwaliteit? Hoe wordt die gewaarborgd? Ja, we hebben ook een team van kwaliteitsmedewerkers achter ons staan. Dus als wij aan de slag gaan met een adviesbrief, dan spreken we ook altijd eerst van een conceptadviesbrief. Want okay. Die krijgt de cliënt nog niet te zien, maar die wordt eerst intern nagekeken door zo'n kwaliteitsmedewerker. Dat is een jurist die al in de praktijk werkzaam is. Die heeft ook affiniteit met de rechtswinkel. Die is bijvoorbeeld zelf eerst bestuurslid en medewerker geweest. En die weet wel hoe het zit, hoe het juridisch in elkaar steekt. En die kan ook goed van feedback voorzien en ervoor zorgen dat de brief ook een praktisch advies bevat. Ja, wij zijn er in het bijzonder voor de sociaal kwetsbaren en de financieel kwetsbaren voor Best. Die dan echt bij ons een soort eerste lijnsloket hebben, van dat ze bij ons een zaak kunnen aanbrengen. En als het toch echt dermate complex is dat wij er bijvoorbeeld niet uitkomen, dan verwijzen we hen ook door naar de advocaten. Ja. We hebben ook gevraagd of we ze op onze doorverwijslijst mochten opnemen. En daar zouden ze ook graag op willen staan. En ik denk dat er dan in die zin geen concurrentie is. Nee, een aanvulling. Dus ja, een aanvulling. Ja. Wat doen jullie om het bekend te maken, behalve deze video? Maar waar kan ik de rechtswinkel vinden buiten Cadans, waar jullie zitten? Ja, we zijn aanwezig op social media, ook Plein Best. Daar hebben we ook een activiteit aangemaakt. Dus iedere week vind je spreekuur daar terug op zaterdag. Okay. We zijn actief op Facebook. We plaatsen ook wel eens iets in de bekende groep Best for Best. Okay, ja. We hebben een Instagram account. Daar proberen we vooral de jongeren te bereiken. Ja. Dat is nogal een moeilijke doelgroep. Ja. Terwijl toch bij corona hebben we gezien dat we de jongeren ook konden bereiken via het online spreekuur. Mm. Maar over het algemeen zijn het toch wat oudere mensen die langskomen tijdens het spreekuur in Cadans.
We doen ook aan flyeren, maar dat hangen we dan vooral neer bij de supermarkt bijvoorbeeld, ja, of de cafetaria. Daar is dan een flyer van Rechtswinkel best te zien. Maar dat is ook echt nog wel een punt voor ons. Daar willen we ons graag mee bezighouden met promotie. Ook in de omliggende dorpen, daar valt nog heel wat terrein te winnen, denk ik. Vandaag waren bijvoorbeeld 4 cliënten, dan hebben onze medewerkers weer flink wat te doen. Maar een week kan het ook wel wat minder druk zijn. Dus we zouden graag die consistentie willen verkrijgen. Dat we dan iedere week onze medewerkers van werk kunnen voorzien. Ja, aan de ene kant gun ik jullie ongelooflijk veel werk. Aan de andere kant betekent het dat er dingen misgaan. Hè? Want ja, dan is er toch een conflict ergens. Ja. En dat is dan toch wel weer jammer. Inderdaad. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen jullie kunnen vinden. En ja, vandaar dat ik ook heel blij ben dat je dit interview wilde doen. Ik wil je daar ook hartelijk voor bedanken dat je dat, de tijd ervoor vrij voor willen maken. En ja, ik wou hem daarmee afronden voor wat betreft dit gesprek. Ik wil je echt heel bedanken. Ik vond het een verhelderende zaak. Ik kende de Rechtswinkel persoonlijk dus nog niet. Ik wist wel dat jullie bestonden, maar ik heb nooit met jullie te maken gehad. En ik had ook geen idee of er drempels waren. En in feite zeg je, die drempels zijn er niet. En ik kan dus alleen maar de kijkers zeggen, maak gebruik van de Rechtswinkel. Cadans om 11:30 tot 12:00 was het? Ja, op zaterdagochtend. Zaterdagochtend. En jullie zijn nu op vakantie, dacht ik, hè? Vanaf 16 juli zijn we even op zomerstop en dan gaan we in september weer gewoon verder. Dus vanaf september zijn ze weer bereikbaar. Dankjewel Dennis, tot misschien de volgende keer.